Vandaag gaan we het hebben weer over het opwekken van onze sensuele levenskracht. En daarom wil ik het met jullie hebben over masturbatie. Allereerst, het woord masturbatie roept waarschijnlijk al allerlei associaties bij je op. En dit woord is eigenlijk beladen met schaamte en schuld en oordelen. Dit geldt voor heel veel mensen en zelfs als het voor jou niet direct zo bewust is, of je hebt er al heel veel werk mee gedaan, dan kan het nog steeds zijn dat er af en toe schaamte of schuld bij naar boven komt. Bij mij is dat in elk geval wel het geval. Het is echt een oneindig proces van steeds dieper mezelf leren kennen en steeds diepere heling daarin vinden. Wat voor mij heel waardevol daarin is geweest, is om een totaal andere visie op masturbatie te gaan ontwikkelen. Ik noem het nu dus ook niet meer per se masturbatie. Ik noem het veel liever zelfliefde rituelen of self-pleasuring. En ik wil daarbij jou dus ook een paar tips gaan geven hoe je dat zou kunnen doen. En de eerste tip is dat je eigenlijk alles gaat loslaten wat je denkt dat het moet zijn. Als we gaan masturberen kunnen we dat doen vanuit een gevoel van ik wil gewoon even snel een quick fix, even snel die pleasure of snel dat orgasme voelen. Of ik zou toch heel veel seksuele energie moeten voelen en als het er niet is. Dus we gaan masturbatie vaak in met een bepaalde verwachting van het moet wel seksueel zijn. En waar ik je toe wil uitnodigen is om dat eens een keer niet te doen. En dus jezelf liefdevol te gaan aanraken zonder verwachting. Je kunt dit doen door daar echt een uur bijvoorbeeld of een half uur de tijd voor te nemen. En eigenlijk zou ik je willen aanraden om elke dag eigenlijk dit te doen. Het kan ook 10 minuten zijn als je 's ochtends wakker wordt of 's avonds voordat je gaat slapen. Dat je gewoon 10 minuten lang jezelf liefdevol gaat aanraken. En dat doe je dus op een manier waarop je ook je hand zou aanraken of je hand zou strelen. En op een manier waardoor je eigenlijk, zeg maar, stel je de ideale geliefde voor, de ideale partner. Hoe zou die jou aanraken? Met hoeveel liefde, met hoeveel aandacht en alles wat je daarbij kan voorstellen, ga dat aan jezelf geven. En ga dus niet fantaseren over iemand anders die jou aanraakt, maar ja, wees gewoon helemaal bij de realiteit van dat moment en ga jezelf op die manier aanraken. En waar ik je ook toe wil uitnodigen is om echt dat contact met je geslacht te gaan maken, met je vagina of je penis. En nieuwsgierig te zijn en jezelf ook aan te raken vanuit nieuwsgierigheid en met de vraag van, hey, hoe is het nu daar met mij? Hoe is het met mijn vagina? Hoe is het met mijn penis? Wat voel ik daar? Is er spanning of is er juist meer stroming? En daar ook zonder oordeel naar te kijken. Dus jezelf eigenlijk meditatief aan te raken met aandacht en met zorg. En zonder verwachting. Dat is wat de tantra mij heel erg heeft geleerd. Om heel erg in het nu, in het moment te zijn met wat er echt is. Dus als er spanning is, dan is er spanning. Als er irritatie is, als er weerstand is. Maar ook als er genot of gauwheid is. Alles mag er helemaal zijn. En dat kan ook van moment veranderen. En door dat op deze manier aan jezelf te gaan geven, gaat ook je manier van vrijen met een geliefde veranderen. Want je bent in acceptatie en liefde met jezelf. En dat is dan ook iets wat je aan de ander kunt geven. Dus geen oordeel, geen verwachting, helemaal in het nu zijn. Zoals ze in de tantra zeggen, zonder uitreiken en zonder terughouden. Dus vol in je verlangen staan, zonder verwachting. Dus dat is waar ik jou toe wil uitnodigen. Dus ga jezelf liefdevol aanraken. En dan met name het geslachtsdeel, de vagina of de penis, de ballen, maar ook de anus, dat hele gebied gewoon liefdevol te masseren en liefdevol aan te raken. Zonder dat je daar nou direct een seksuele verwachting bij hebt. Dus als die erotische stroom op gang komt, prima. Maar kijk eerst gewoon of je jezelf eens daar liefde kan geven. Zonder dat het per se seksueel hoeft te zijn. Ik ben heel erg benieuwd hoe je dit gaat ervaren en wat het in je oproept. Of jij daar nog schaamte of oordelen op hebt zitten. Of dat het bij jou gewoon helemaal open en relaxed voelt. Ja, het zou echt super tof zijn als je de moed hebt om daar iets over te delen in de Facebookgroep. En we spreken elkaar morgen.